Dit is een podcast van Menzies. 2024 is spiksplinternieuw. Ik wens je veel liefde en natuurlijk gezondheid voor het komende jaar. En wat wens je jezelf? Of heb je toevallig goede voornemens? Deze keer, hoe wordt een voornemen een gewoonte? Dat zoek ik deze aflevering voor je uit. Wat kun je doen om je voornemen vol te houden? Is er wetenschappelijk bewijs als het gaat om gedragsverandering? En hoe kan je omgeving je helpen? Ik ben Kim en in het centrum van een grote studentenstad vraag ik op straat... wat is jouw goede voornemen? Ik heb goede voornemens, ja. Minder op mijn telefoon zitten. Ik heb afgelopen 2023 heb ik wel veel plekken van de wereld gezien. En dat wil ik eigenlijk, die lijn wil ik eigenlijk doortrekken in 2024. Uit Oost-Azië, Japan, lijkt me leuk. Maleisië ook. Ja, mijn goede voornemen is echt heel cliché. Maar dat is toch echt meer gaan sporten. Misschien nog iets meer tijd besteden aan mijn schoolwerk. Ja, eigenlijk die twee hele cliché dingen. Verder zou ik nu niet zo snel eentje kunnen bedenken. Mijn vraag is eigenlijk, kun je ingesleten gedrag überhaupt aanpassen? En wat is een gewoonte eigenlijk? Een gewoonte is vaak een automatische reactie. Dus er is een bepaalde trigger in de omgeving. En daarop vindt er een respons plaats. Je denkt er eigenlijk niet eens heel erg over na. En als het gedrag wat je laat zien, als dat dan ook nog eens belonend is, dus het voelt goed na afloop, ja, dan wordt eigenlijk die relatie tussen trigger en respons wordt steeds sterker. En zo slijt een gewoonte vast in je hersenen, als het ware. Dit is Ernst. Hij is gedragswetenschapper. Hij heeft ook promotieonderzoek gedaan. Hij weet hoe je gedrag kan doorbreken en hoe je jouw nieuwe gedrag kan automatiseren. Dan heeft hij het natuurlijk alleen over je slechte gewoontes. Want hij vertelt dat het ook heel handig is dat veel dingen een automatisme zijn. Dat is in heel veel situaties is dat heel goed dat je niet al te veel hoeft na te denken over bepaald gedrag. Dus het is heel fijn dat we sommige dingen op de automatische piloot doen. Alleen als dat gedrag eigenlijk geen goede uitkomsten voor je heeft, of ongezond gedrag hebben vaak pas. Ja, verder op de meer lange termijn hebben ze impact op je. En op korte termijn is het vaak prettig, makkelijk om lekker die zak chips leeg te eten of met de auto naar het werk te gaan in plaats van met de fiets. Lekker warm. Ik wil wel van een paar slechte gewoontes af. Namelijk, ik merk dat ik te veel op mijn telefoon zit. En de andere gewoonte is dat ik meer gezond wil gaan eten. Zeker voor het bedtijd. Omdat ik wel merk dat ik slechter ervan slaap. Als ik tot later achter mijn schermpje zit te turen, dan heeft dat toch wel impact op mijn slaap. Dus dat zou ik aankomend jaar wel willen verbeteren. Deze studenten lijken zichzelf en hun slechte gewoontes goed te kennen. Dus heel veel slechte gewoontes zijn dus eigenlijk best wel moeilijk om te doorbreken, omdat het al een gewoonte is. Ik was al bang dat Ernst ging zeggen dat het niet meevalt om je goede voornemens vol te houden. Maar hoe hebben we dan de meeste kans van slagen? Wat belangrijk is als je een goed voornemen wil volhouden, is dat je er eigenlijk een gewoonte van maakt. Dat er zijn twee routes richting gedrag. Oké, een routeboek. Dat klinkt behapbaar. Eén is een wel overwogen route, waarin je dus overweegt wat de uitkomst is van het gedrag. Een kosten-batenanalyse maakt in je hoofd. En dan besluit, ga ik het doen of niet? Dat is een hele mooie route, maar die kost ook veel denkkracht, capaciteit van je hersenen. Ik begrijp dat als je iedere dag opnieuw moet bedenken hoe je minder op je telefoon gaat zitten, dat dus denkkracht en wilskracht kost. Ernst vertelt dat de tweede route vooral vraagt om slimme aanpassingen die het gewenste gedrag uitlokken. Een andere route die we volgen is meer de onbewuste route. Dus je moet eigenlijk je hersenen anders programmeren in een bepaalde situatie. Wat je wil bereiken is dat je slechte gewoonte vervangt door een goede gewoonte. Dat betekent dat je de omgeving iets moet aanpassen om ander gedrag te vertonen. Als je gewoontes wil doorbreken. Ernst vertelt me dat er veel onderzoek is gedaan naar route 2. Waarbij je je omgeving aanpast om je gedrag te veranderen. Ik vraag naar een voorbeeld. In één onderzoek is gevonden dat bijna de helft meer afval wordt weggegooid als er voetstapjes richting de containers worden geplaatst. Hetzelfde soort onderzoek wordt ook gedaan in een omgeving waar je de keuze kan maken, ga ik met de trap omhoog of pak ik de lift? Worden er nou voetstapjes richting de trap geplaatst? Dan zie je dat er significant meer mensen met de trap omhoog gaat. En dat is natuurlijk het gezonde gedrag. Er is ook onderzoek die laat zien dat mensen minder snel geneigd de lift
de lift nemen als de deuren langzaam opengaan. Dus dan ja, moet ze langer wachten. Is een barrière. Dit onderzoek gaat over meer bewegen. Maar het meest gehoorde goede voornemen is toch wel, ik wil afvallen. Is er dan ook een voorbeeld hoe je je omgeving aanpast om je te helpen in dat gedrag? Er is ook een heel leuk onderzoek die kijkt naar portiegroottes. Als je wil afvallen is het belangrijk dat je minder gaat eten en meer gaat bewegen. Minder eten is daar heel belangrijk in. En dat hangt ook heel veel van af van hoeveel je opschept. Dat is nou ja, ook een gewoonte van mensen. Dat als je een bord hebt, dat het vol gaat. Als het bord kleiner is, heb je minder calorieën. En er is een onderzoek wat aantoont dat het zelfs tot 320 kilocalorieën kan schelen per dag. Dit is de beste tip tot nu toe. Pas je omgeving aan. Ik weet dat Ernst nog meer onderzoeken heeft gevonden. Maar eerst wil ik weten wat hij vindt van de tips die ik op internet tegenkom. Zo vertellen allerlei online coaches me dat je kleine doelen moet stellen en die doelen moet je delen met mensen in je omgeving. Mij klinken ze wat betuttelend, maar Ernst ziet zeker goede tips. Het is een goed idee dat je mensen in je omgeving vertelt wat je goede voornemen is. Dus als het anoniem gedrag is, dan is het veel makkelijker om te zeggen van nou, nu even niet. Als je het dan goed doet, kan je ook daarmee complimenten krijgen van anderen, wat je ook weer een boost geeft in je zelfvertrouwen. Er is ook onderzoek die laat zien dat als je gedrag leuk maakt, dat veel meer mensen het gaan doen. Dus als je het gedrag leuker maakt, ja, dan ja, is het ook meer belonend voor jezelf. Hij vertelt me dat je gedrag leuker maakt door bijvoorbeeld met vrienden te sporten of die gezonde salade buiten in de zon op te eten. Of tijdens een werkoverleg te gaan wandelen. Verder lees ik op internet dat je het goede gedrag moet belonen en niet het resultaat. Ook dat leg ik voor aan Ernst. Ja, ik ben het met je eens dat je gedrag of je inzet zou moeten belonen en niet je resultaat. Omdat het resultaat kan afhangen van nog meer factoren dan alleen ja, jouw inzet. Als jij wil afvallen en je kijkt alleen naar het resultaat, dus gewichtsverlies. Ja, dat kan te maken hebben met meer dingen dan alleen dat jij meer gaat sporten bijvoorbeeld. Als jij jezelf beloont voor je inzet, dan is de kans ook groter dat je dat vaker gaat doen. Oké, hoor ik mezelf ondertussen denken. Dit zijn heel veel adviezen. Maar waar moet je nou beginnen? Als ik ergens die vraag stel, dan komt hij met het onderzoek der onderzoeken. En er zijn allemaal losse onderzoekjes. En er zijn ook onderzoekers die hebben eigenlijk al die onderzoeken die ze konden vinden op een hoop genomen. En gekeken van nou, wat zien we over al die onderzoeken heen. In die berg met onderzoeken blijkt één gemene deler te zitten. Dat is een plan maken. In jargon noemt Ernst het een implementatieintentie. Een plan maken klinkt misschien wat kinderachtig, maar Ernst legt uit waarom het wel echt werkt. Ja, dat het ook echt werkt. Dat mensen eerder geneigd zijn om te gaan starten met het voorgenomen gedrag. Dat ze minder kwetsbaar zijn voor omgevingsinvloeden die dat gedrag verstoren. Dat ze beter zijn in het volhouden van dat gedrag. Ze stoppen eerder met het ongewenst gedrag. En ze zijn ook beter in het herkennen van een bepaalde situatie. Dus dat in deze situatie wil ik dit gedrag vertonen. Ik hou wel van om doelen specifiek te doen. Dus dan ga ik specifiek voor mezelf opschrijven. En welke handelingen moet ik verrichten om deze doel specifiek te halen. Ja, het is toch moeilijk om dat plan voor jezelf te maken, denk ik. Ja, ik denk het echt concreet maken. Dat je niet gewoon zegt, ik wil meer sporten, want ja, wat is dat nou? Maar dat je gewoon zegt, oké, ik ga vanaf nu in ieder geval één keer in de week hardlopen. En dan kan je het misschien daarna altijd nog opbouwen naar bijvoorbeeld twee keer in de week. Maar beter iets dan alleen zeggen gewoon meer sporten. Als je het vaag houdt, is het makkelijker om het niet te doen. Dus hoe concreter je het maakt, hoe makkelijker je de situatie herkent en hoe makkelijker je het gedrag ook kan uitvoeren. Ik ben overtuigd. Ik maak een plan. En dat schrijf ik op. Toch? Volgens mij is een goed advies om je goed voor te bereiden voordat je start. Ja, ga aan de slag met die lijstjes. Van als ik in deze situatie kom, dan doe ik dat. Zowel voor het goede gedrag en het gedrag waar je niet in wilt terugvallen, dat moeilijker wordt. Dat betekent dus dat het niet alleen werkt voor meer bewegen, maar ook voor vetarme dieet, afval scheiden, roken,
Dus ik heb het nog niet gedaan. Maar ja, we hebben nog even tijd. Het is nog geen 1 januari. Dus misschien dat ik op 31 december de laatste paar uren dan even op een blaadje alles ga opschrijven. Pak dus pen en papier en spreek niet alleen je goede voornemens uit naar anderen, maar schrijf ook op wat je wilt bereiken en hoe je dat denkt te gaan doen. Kun je wel wat hulp gebruiken? Ga naar menses.nl/meerleefkracht. Abonneer je verder op de podcast door op plus of op volg te klikken. Want volgende week zoek ik niet alleen de zorgen achter geld zorgen, ook vraag ik een ervaringsdeskundige hoe het is om schulden te hebben en hoe we meer begrip voor mensen met schulden kunnen krijgen. Nieuwsgierig? Luister volgende week weer. Tot dan!